Hallo, mijn naam is Erik Hendricks en in dit filmpje ga ik je laten zien hoe je je eigen pagina op de werkwebsite kunt maken en kunt bijwerken. Daartoe gaan we eerst even naar de werkwebsite Voornemig Oost toe. www.dewerkwebsite.nl. Daar gaan we, ga ik even naartoe. En om mijn eigen pagina te maken moet ik eerst inloggen. Nou, heb je nog geen account? Via meld je aan kun je dat aanvragen, dat is een ander filmpje. Maar ik ga even naar dat je je eigen account hebt, dus dan kun je hier gaan inloggen. Mijn e-mailadres ga ik invoeren. En dan klik ik op inloggen. En dan ben ik ingelogd. Nou, wat ik als volgende doe is dat ik via beheeraccount ga ik mijn eigen pagina aanmaken. Dus daar klik ik op. Dan kom ik in mijn eigen instellingen terecht. En dan ga ik eens kijken naar mijn eigen pagina. Nou, als eerste kijk even of ik dit heb aangevinkt heb staan. Dat klopt. Ik wil dus mijn eigen pagina op deze website. Die is aangevinkt. Wat ik hier kan vertellen is wat informatie over mijzelf. Kan ik hier vertellen. Dus zeg maar, ik ben een wijkbewoner. Ik ben een wijkbewoner die veel van ruimtevaart houdt. Hè. Gewoon puur even als voorbeeldje. Dat is mijn intro over mijzelf. Ik kan er nog veel meer in typen. En dan ga ik naar pagina toe waar ik mijn eigen webpagina ga bijhouden. Nou, die is nu nog leeg. In dit deel hier kan ik tekst intypen. Hè. Dus dan ga ik bijvoorbeeld zeggen van... Hieronder wat informatie. Ik kan even corrigeren dat is goed. Over het zonnestelsel. Nou, stel, hè, de punt. Nou, die kan ik dus tekst typen. Nou, die zijn allerlei knoppen die je kunt gebruiken om tekst vorm te geven. Dus als ik deze highlight en ik zou die vet gedrukt willen hebben, bold, dan wordt die op die manier vet. Ik kan ook een andere fonds gebruiken. Daardoor selecteer deze tekst en kies voor bijvoorbeeld nou ja, voor Georgia. Hele andere lettertype. Dan een plaatje invoeren gaat als volgt. Het gaat met dit teken. Op het moment dat ik hierop klik, krijg ik dit schermpje. En wat ik dan als eerste doe, is een foto van mijn computer naar de website overhalen. En dat gaat via fotobeheer. Dus daar klik ik als eerste op. Daar ga ik als eerste bladeren. Dan ga ik eens kijken waar mijn mapje ik een foto heb staan. Nou, ik zie hier mooi een mooi ruimtevaartplaatje staan. Daar klik ik op Mars. Ik klik op openen. En nu staat hij hier als bestandsnaam aangegeven. Ik klik op upload om te gaan verplaatsen naar de werkwebsite. En dan zie ik hem hier staan Mars. Nou, om deze te selecteren klik ik op Mars. En dan zie ik hier de bestandsnaam staan. Nou, om hieronder te krijgen, dan klik ik op foto invoegen en daar staat hij. Ik kan hem zelf selecteren en op die manier wat groter maken. Dus daar kan ik allerlei bewerkingen mee doen. Maar dit zijn de basisbewerkingen om je eigen pagina te maken. Nou, hier vind je nog veel meer knoppen, daar moet je maar eens op je gemak even naar kijken. Maar het belangrijkste, tekst invoeren en foto's invoegen, is hiermee gezegd. Nou, als ik klaar ben, klik ik op opslaan. Mijn pagina is klaar. Nou, ik ben heel benieuwd natuurlijk hoe dat eruit ziet. Nou, hier is mijn eigen pagina. Nou, okay, ik ben nog niet helemaal tevreden, dus ik ga nog even terug naar wijzig pagina. Ik ga hier nog wat aan toevoegen. Daarmee is dit deel eigenlijk klaar. Oh, er is nog één ander ding wat handig is om te weten. Alle bestanden die je zelf hebt ingevoerd, die kun je onder bestanden vinden. Dus op klikken. Hier zie je bijvoorbeeld dat ik Mars heb ik hier... instaan, die kan ik hier verwijderen als ik dat wil. Maar die heb ik dus gebruikt in mijn eigen pagina aan deze kant. Oké, nou, als ik wil de site wil zien, ga ik terug naar de site. Want waar kan ik nou mijn eigen pagina zien? Nou, het grappige is, als ik even ga kijken op de website, dan gaan we kijken naar de laatste wijkbijdrage. Want als je je pagina bijwerkt, komt die in dit rijtje staan. Dus de laatst bijgewerkte pagina's komen hierin te staan. Dus ik klik op mijn pagina en zie als volgt zie ik hier mijn pagina en ook alle andere wijkbewoners kunnen dat zien. Dus zo maak je je eigen wijkpagina zichtbaar.
Er is nog een andere functie, als ik even naar het beginscherm ga, waarin alle wijkwebsites van de gemeentebewoners staan. Dat is, staat hier onder de wijkgids, 105 deelnemers. Die staan hieronder en eens kijken waar sta ik. Ik sta onder bewoners. Kijk, daar sta ik, E. Hendricks. Ik klik erop en ik zie hier mijn pagina. Nou, tot zover het maken en bewerken van je eigen webpagina.